En het vliegtuigproject van Telesuur in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken is gisteren afgesloten op het sportveld Santin te Mungo. De laatste vliegers werden overhandigd aan Norine Berica, coördinatrice van de vakantiecentra te Mungo. Om de sfeer te verhogen waren met de delegatie van Telesuur ook de comedians Pres en Juan meegereisd. ATV was er ter plekke voor het vastleggen van beelden voor ATV People Choice Hours, een dagelijks gevarieerd televisieprogrammablok van 4 uren. Dit programmablok wordt samengesteld uit de keuze van de kijkers. De uitzenddagen zijn maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 3 uur. Namens het ministerie van Sport en Jeugdzaken was de hip-hopgroep Hakuna Matata uitgekozen om muziekworkshops te verzorgen bij het vakantiecentrum te Mungo. Op woensdag 14 september waren reeds door Telesuur vliegers geschonken aan de vakantiecentra te Stubula, Davisbuiten en Powakka.